Een enorme vloedgolf verrast automobilisten in China. En veel schade door een flinke tornado in Portugal. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Automobilisten in China kregen deze week de schrik van hun leven toen een enorme vloedgolf opeens hun auto's meesleurde. Het gaat om een getijgolf. Deze is ontstaan door de scheiding tussen eb en vloed. In het gebied zijn ze wel wat gewend, want de grootste getijgolven ter wereld komen ervoor. Maar het blijft natuurlijk schrikken. Veel schade door een flinke tornado in Portugal. En dit kon doordat tropische storm Alpha perfecte omstandigheden creëerde. Alpha is officieel de eerste tropische storm die aan land is gekomen in Portugal. En pas de tweede die aan land kwam in heel Europa. En hij trok niet geruisloos het vasteland op. En voor de nummer 1 van deze week gaan we naar Zuid-Frankrijk. Deze regio werd getroffen door noodweer afgelopen weekend. Dat leidde tot overstromingen in laaggelegen gebieden. Doordat het water veel stenen en modder meesleurde, is er behoorlijk wat schade aangericht. Dat waren alweer de top 3 meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Volgende week zijn we er weer, dus hopelijk zie ik je dan. Doei!